0-0. Voor een keeper is een 0 houden altijd fijn. Voor de fans is het maar saai. Wordt er vrijdag wel gescoord? Twente heeft meer voetbal dan Lierse. Lierse heeft van begin af aan eigenlijk alleen maar de lange bal gespeeld. En tegen Twente, ja, dan krijg je een voetbalwedstrijd. Dus dat wordt leuker. 0-0 tegen Lierse, waarom? Ja, was heel lastig. We hebben zelf wel de kans gehad, maar niet afgemaakt. Zelf weinig weggegeven qua kansen. Alleen hun speelt eigenlijk alleen maar de lange bal. En wij waren snel de bal kwijt. Dus ja, dan is het zonde. En het is een zware wedstrijd. Hoe druk had jij het? Ik heb het niet heel veel te doen gehad qua keeperswerk. Ik heb één redding moeten doen en een paar hoge ballen moeten pakken. En verder eigenlijk een beetje meevoetballen, maar verder ook niet veel. De keeper die speelde tegen Twente, die kreeg het vorige keer wel druk. 4 doelpunten tegen. Jij hebt niet gekiept, maar wat was dat voor een wedstrijd? Ja, dat was een wedstrijd waar de kansen vielen. En 4-4, dat zijn genoeg doelpunten. Dus ja, als je gewoon minder doelpunten tegen krijgt, zal het mooi zijn. Hoe zat jij op de bank te kijken naar die wedstrijd? Ja, een beetje met gemengde gevoelens. Denk, aan de ene kant wil je erin staan en wil je alle ballen pakken. Aan de andere kant denk ik van ja, ze maken ze wel gewoon goed. Hoe gaat het verdedigen met jullie dit seizoen? Nou, ik denk dat we vrij goed staan met verdedigen. We staan compact en ja, we geven vaak weinig kansen weg. Ja, soms zijn we wat slordig in de opbouw. Ja, dat is zonde, dat moet eruit. Hoe moet je de nul houden tegen Twente? Want dat is toch wel een goede ploeg? Nou, geen doelpunt tegenlaten, dan heb je de nul. Hoe moeilijk is dat tegen Twente? Ja, het zal moeilijk zijn. Kijk, hun hebben gewoon een goede ploeg, die voetballen goed. En als wij verdedigend goed staan, ja, dan moet het wel goed komen. Nog wel even scoren. Misschien niet makkelijk, want Twente kreeg al 5 competitiewedstrijden op rij geen doelpunt tegen. Oeps. Ja, als je kijkt, hun winnen 5-0 van PEC, maar ADO heeft er ook dik van gewonnen. Ja, ik denk dat iedereen dat wel kan. En ja, elke wedstrijd is anders. Zo moet je het zien. Maar wat kunnen we verwachten? Ja, weet ik niet. Dat moet je van begin af aan de wedstrijd kijken. Wij willen volop voor de winst gaan en zullen hun ook willen. Dus het zal een open wedstrijd zijn. Weer veel doelpunten? Nou, dat weet ik niet. Misschien niet. Denk niet. Waarom niet? Ik denk dat elke kans weer belangrijk is in deze wedstrijd. En je ziet Twente moet winnen om aansluiting te houden voor kampioenschap. En wij willen de 4e plek halen, dus wij moeten ook winnen. Dus elke kans is gewoon die moet benut worden.